Hey mensen van deze nieuwe Force video, ik ga nu eventjes met Mattie Hallo. Hallo, ja. Oké, hij is nu even gaan vibe. Hallo. Ja, maar Matthias, hoe kan je zeg maar zoiets settings doen dat dan meer minuten is? Wat? Of jij dat je zelf je video kunt afsluiten? Dan moet bij instellingen en dan uitzending instellingen en dan staat er dat je dat kunt veranderen. Dus gewoon zoeken. Yeah. Oké, nice. En jongens, ik vind het nice dat de PlayStation 5 is. Die is echt nice. Vind ik, maar ik heb hem jammer genoeg niet. Ik weet niet als Matthias het gaat kopen, wat gaat je doen? Nee. Ik wil zo lang mogelijk kijk, deze houden. Want PlayStation's zijn allemaal hetzelfde. Ik kan nog altijd gamen. En trouwens, ja. Ik wil mijn account niet kwijt. Om bijvoorbeeld, ja. Als het nu mijn paswoord niet meer weet. Maar ja, ik weet dan nog. Dus, makkie. Ja. En misschien... Als iemand kijkt en die heeft de Forest, zet het in de chat dan alsjeblieft. Dan kun je misschien meedoen met deze server. En ja, laat lood achter in de comments. Ik hoef eens lood zeggen, maar laat achter in de comments als jullie dit een fijne video vinden. Oké, we zijn aan het loaden. Hier is het vliegtuig. Ik zie... Hallo, Kim. Oké, trouwens, in mijn andere Forest game, maar die heb ik niet opgenomen. Daar had ik al Timmy's en poppetje. Dat poppetje wat jullie daar in zijn handen zien, had ik al helemaal. Oké, je moet er zelfs goed kijken. Matthias, waar zijt jij? Ik ben ook aan het joinen. Zit je... Wat? Je zit nog aan het joinen. Ik zit al bij die... Oké, nu gaan we eerst op de... En het voorste ding gaat er zelfs vanaf. Kijk hè. Nu is het voorste ding er vanaf geschoten. Nu. Oké, wij gaan nu nog. Kijk, nu is het voorste ding er vanaf. Oké, we zijn neergestopt. Welke plek? Ik hoop niet bij de grote. Of ja, wel. Ik weet niet waar dat ze dan al zijn. Oké, dat is de rode kannibaal. Maar waarom zijn die zo altijd zo gespierd? Ik zie gewoon dikke blokjes, man. Hè, Matthias? Ik ga even naar de wc, kom direct terug. Oh, ja. Ah! Hij moet altijd pissen. Guys. Ja, jongens. Dat wordt stom. Ik ben moe. En dat poppetje is ook moe. Ik denk niet dat dat poppetje eigenlijk wel blij is met dit stom leven. Jongen, die sensitivity is toch maar. Ik ben terug. Jij bent terug. Zij is terug. Haha, wij zijn terug. Maar waar bent jij helemaal? Ik zit al in het dinges, hè. Ik ben al in het vliegtuig. Maar die sensitivity staat zo. Ik ben nu aan het neerstarten. Ik ben ineens ding aan het eten, maar ik weet niet wat. Oh, zo. Maar ik met sensitivity, jongen. Ik sensitivity 70, wat? Wat? Wie heeft dat op 70 gezet? Matthias, wat heb je gedaan? Eindelijk. Ik zie je kruipen naar een kindje. Nee, dat heb ik al lang gedaan. Ik ben nu hier. Hallo, Matt. Ik zit in de stoel. Hoe lig je in die stoel, jongen? Hallo. Jij ziet er gek uit. Jij bent Bert. Jij bent Henk. Nee, ik ben Henk. Jij bent Bert. Oh, allemaal bloed, jongen. Ja, godverdomme. Zo iets lijkt nog eens. Dan heb je meer bloed. Boezem. En dan gaan we naar huis, baby. Soda. Hoeveel soda ligt hier? Ja, echt, hè? Soda. Niks overslagen tip als jullie bar spel niks van in het vliegtuig overslagen. Als jullie niks kennen van dit spel, zet in de comments als jullie ook dit spel trouwens hebben. Dit is echt een heel fijn spel. Matthias, ik hoor het rek al iets killen. Hey, ben even die kleren van de
vrouw in het vliegtuig aan het pakken. Oelala. Dat klinkt zo. Het tweede deel trouwens van deze video Forest, komt op zijn kanaal. Komt op mijn kanaal. Sinds ja, Matty Games. Daar ben ik blij mee. Mattygames.com. Nee. Ik heb nog geen eigen webshop. Echt man. Oké. Red Sas. Je kunt gemakkelijk krijgen. Hè? Kom je aan hier al een huisje neerpompen? Pompen, jongen. Bij het vliegtuig wonen is echt chill. Ja, al die valiesjes. Totdat een valiesje... Maar... Ik heb een glitch met sticks gedaan ineens. Wacht, waar zijn we? Ik moet de buurt kennen voordat we ergens op pad gaan. Oké, okay, ik ga even kijken waar dat we zitten. Precies. Spet hier bij de kaart. Nee, we zitten hier. We zitten aan de rand van de map. Helemaal naar daar lopen en dan zijn we bij Friesland. Hm? Moskou. Friesland. Yo, er valt ineens een boom. Ja, we hebben 13 logs nodig. Tuurlijk, we gaan een winkeltje maken. Allee. Jongens, we hebben een wereld. Daarin zit het natuurlijk een winkeltje. Winkeltjes zijn altijd verkrijgbaar hier. Ik ga even zo'n ding maken dat we logs kunnen glitchen. Ja, ik kan je even helpen? Voor dat ding te maken? Oh fuck. Ja, boeien. Ik heb nu al echt fucking veel sticks in mijn inventory. Hé, hey, er zijn nog twee valiesjes bij mij. Heel veel nog mensen spelen samen met zijn vrienden trouwens, jongens. Als je echt vrienden wilt vragen, even kom in deze... Kom Forst spelen. En mag gerust joinen. Ja. Jullie mogen gerust van joinen. Mij toch. Maar jullie moeten eerst mijn vriend dan worden, want anders... Kan je niet joinen. Ja, sorry, maar we hebben per ongeluk de server op OnlyFriends gezet. Maar ja, je kan altijd mijn vriend worden. Trouwens, wij zijn ook echt heel goede vrienden van elkaar. Ja, we kennen elkaar amper. Ik heb de meeste vrienden en... Heb ik verstiks voor niks gehakt, hè? Ah. Boeien. Oh ja. Ik kan niet meer glitchen, precies. Jongen, ik hoor je spammen op je kasken. Oh, maar ik heb kloot nodig. Klot. Ik heb kloot nodig. I need to get kloot. Kloot. Jongens, weet je wat ik eigenlijk hierbij wil? Een motherfucking... Dus... Nou, nee. Waar zijn we daarmee? Niks. Auw. We gaan misschien... We zijn er niks mee. ...diks maken. Dan gaan we dat eerst op het zijkantje van het huisje. Van het mini-huisje. Hier. En dan gaan we zo... ...een hele grote maken. Nice. Ja, nice. Kom anders een winkelkarretje maken. Heb ik de ex, ja. Bruh. Hoe heb ik nu al tanden? Misschien door die vrouwen in elkaar te slaan. Oh ja. Oh, bruh. Iedereen heeft tanden trouwens. Hoop ik. Ja, ook graag aan die bompadjes. We gaan bompadjes, die hebben geen tanden niet. Ja, maar kiezels! Oh, wat is dit nu weer? Sorry, bompadjes. Als iemand deze video kijkt van de bompadjes... Wat is dit eigenlijk? Kom in dat bom... Waar is wat? Oh, dat is een stokjesmandje. Een stokjesmandje. Ik ga even deze dinges valies proberen binnen. Ken je een stokjesmandje? Kom dan naar het winkelwarentje. Steek er prot veel sticks in en je bent voorbereid. Nooit meer in die... computer. Waar een computer? Een laptop bedoel je? Geen computer. Computer oh, heb je is... al kapot gehaakt of zo? Huh? Laptop kapot gehaakt. Ik heb nog geen ene laptop kapot gehaakt hoor. I don't know.
En jongens, als jullie willen, kunnen glitchen. 31 dingen nodig. We noemen het daar. Kloot. Ik wil eens zien als hij dat nu eigenlijk kan gaan. Nope, 31 kloot. En 1 moet. Ah nee, dat maakt niet uit. Gewoon 30. Hoeveel heb jij? Hoeveel kloot heb je? 22. Geef. Hoeveel? Dan kan ik even glitchen. Ah ja, en dan kan jij voor mij even ook een beetje geven. Oké, okay, hier. En geef mij dan zelfs zoveel terug. Dan kan ik ook misschien... Hoeveel? Ik heb er maar 17. Ja, dat is genoeg, hè. Hoeveel kloot heb jij? 17 nu. Bro, heb je geen kloot gepakt uit die valiesjes? Jawel. Ik had er 12. En wat heb je met die kloot gedaan? Jij hebt mij 3 gegeven. Nee. 17 Jawel. Heb ik gegeven. Kijk eens in inventory. Ik heb nu nog 17. En ik had 22. Ja, en ik heb er 17 gegeven. Ja, maar dan heb ik niks meer. Maar dan kan ik glitchen en dan kan ik dat weer aan u geven. Geef eens zelfs 31 terug. Oké, hoe moet je dat eigenlijk doen? Oké, je opent toch zo je inventaris, zodat je alles kunt zien en zo, je sticks en zo. Ja. Oké, je pakt dat bakkie metal tin dinges. Ja. Je stopt 30 in dat bakje. Je kunt ook gewoon op schieten blijven klikken. Gewoon ingedrukt houden. En dan bolken. Oh, easy. En als je dan 31 hebt, of ja, 62 hebt, moet ik even 31 hebben. En dan hebben we, dan kunnen we alle twee nog Oké, ik heb, nu heb ik er 124. Huh? Beetje hebben? Tuurlijk. Als het mag. Hoeveel zijn dat er? I don't know, hier. Pak. Jong, ik krijg 27. Hoe dan? Ik moet nog 4 hebben. Pak af. Hier. Oh, bruh. Oké. Okay. Heb je ook soms heel rare drooms? Ja. Ik nooit. Maar weet je hoe dat je echt je droom kunt meebeleven? Weet je dat? De hele tijd je droom zeggen wat je zeg maar wilt hebben, oké? Okay? En dan zit je in je droom. Dan kun je je droom zelf besturen. Goed? Als je je droom zelf wilt besturen, jongens. Zeg wat jij wilt hebben van droom en boom. Oh, 95. Hé, hey, ik kan gewoon coins glitchen. Wat kun je glitchen? Coins. Hoeveel coins heb je? Dat is echt chill. Ik heb nu 100 en nog wat. Oké, jongens, jullie zien misschien is nu nog een beetje niet eng, maar Sebbes. Ja, Sebbes. Als het nacht is. Dan komen de karren, dan komen de koerkoers. Koera. Koerbas. Oh, jongen, van zo'n heel andere takkenplant komen gewoon 4 van die dingen. Oké. Als, hey Matthias, als je dan... Kom kijken. Hoe kun je überhaupt er springen, Adriehoekje? Oh, dat is wennen. Matthias, je kent toch zo'n takkenboom met allemaal veel takkies, hoor? Met allemaal uitstekende takkies. Toch? Daar krijg je gewoon 4 dingen van. Jongens, survival tip. Ik wil van mijn dak af naast de creeper. Hier krijg je te veel sticks van. Mijn... Maar... Oh, ja, ik moet snel een stickback maken. Hoe maak je een stickback überhaupt? Huh? Even heel veel touw maken. Want met touw kun je namelijk allemaal bags maken. Bags. Geen bags, maar bags. Maar bags. Godwe. Wat zeg ik al? Oh, haal je af van mijn huis. Stickback. 1 konijnenvel. Kom hier, konijnen. Hoe gaar mij op Marisje? Jongens, voor die niet weten, ik heb een konijn. Maar ik weet waarom wil ik een die konijn. Die Enderman is boos op mij. Hoe garm die konijntjes? Ik ga nog eens dood. Jongens, respect voor konijnen trouwens. Konijntjes bijten misschien altijd dingen kapot, maar het zijn misschien wel lieve beestjes als je ze goed behandelt. Ja, ik vind niet op. En Matthias? Nee, dan Matthias gaat zeggen van fuck up. Hallo denk Matthias. Het wel. Waarom zeg je fuck up?